Hi allemaal, we zitten hier vandaag met een hele speciale gast, namelijk Joy. Hoi! Van het kanaal Beautynezz. Jullie kennen haar waarschijnlijk al wel, zo niet, check haar zeker even uit, want ze maakt echt hele leuke video's. En vandaag maakt ze dus een video met ons. Ja. Vinden we echt heel erg leuk. En wat gaan we vandaag doen? We hebben de Nooit of Ooit Challenge. En we hebben hier verschillende papiertjes met nooit of met andersom ooit en nooit. En we hebben een paar vragen die we elkaar gaan stellen. En dan gaan we op deze manier antwoord op geven. Om elkaar wat beter te leren kennen. Dus ik heb heel veel zin in. Ja, ik ook. Ik kies voor roze. Nou, dan neem ik de gele. Dan ben ik blauw. Nou, laten we beginnen. Nog nooit of ooit heb ik een bot in mijn lichaam gebroken. Oeh. Nooit. Maar dan moet ik wel even afkloppen, want dat gebeurt. Ja, Oké, allemaal nooit. Gelukkig. Het is heel erg fijn. Nog nooit of ooit heb je zo hard gelachen dat je een scheet liet. Oh, nee. Ik geloof van niet. Nee? Oh, ik weet zeker dat ik, dat ik het een keer heb gedaan. Ik kan me niet meer herinneren naar wat voor grap en dat soort dingen. Maar ik weet zeker dat... Kom op, dat hebben jullie wel een keertje meegemaakt. Ik kan me niet herinneren. Ik ook niet. Ik lach wel heel vaak en heel hard, maar nee. Dat is nog nooit gebeurd volgens mij. Nog nooit of ooit heb je iets gedaan waarvan je weet dat het echt niet mocht van je ouders. Vast wel. Jawel. Ik heb een keer een tatoeage gewoon laten zetten zonder dat ik dat... terwijl ik eigenlijk wist dat het echt niet mocht. Ook niet dat heel is ook wel echt meteen een big deal. Ja, ze was ook niet heel blij, maar uiteindelijk vond ze het niet heel erg. En jij? Ja, ik kan me eigenlijk niet herinneren, maar ja, ik heb vast wel heel veel stoute dingen gedaan toen ik klein was die niet mochten. Heel eerlijk, ja. Ja, ja, ik echt bijna alles wat ik heb gedaan. Het was waarschijnlijk niet toegestaan door mijn pap. Nog nooit of ooit heb ik op reis over andere mensen die geen Nederlands spraken geroddeld terwijl ze naast me stonden. All the time. Ja, toch? Ja, toch? Ja, het gaat gewoon zo makkelijk en dan ook echt 19 keer. Ja, en als je dan terug in Nederland bent, dan moet je ook echt uitkijken van, oh wacht, nu kunnen ze me weer verstaan. Dus moet je echt uitkijken. Ja, ja. Nou, ik heb soms ook in Amerika, dan ben ik met mijn moeder en dan horen wij mensen Nederlands praten en dat vinden we dan zo grappig en dan gaan we Engels praten. En dan weten ze niet dat wij ook Nederlands zijn en dan zeggen ze allemaal grappige dingen. Echt? Ja, dan horen wij dat. En wij liggen dan helemaal in een deuk. Nog nooit of ooit ben je uit je broek gescheurd. Oh. Ja, ik heb dat nooit volgens mij. Jij ook? Ik had het een keer op school. Oh nee. Ik had zo'n baggy broek aan en toen ging ik een ratslag doen op het schoolplein. Maar ik zat toch op de basisschool en toen scheurde ik uit. Oh my god. Ja. En toen, vond je dat erg? Of werd je mensen lachen of kon je er zelf om lachen? Ja, ik kon er wel op lachen. Ja. Maar ik weet niet wat er daarna, want het is al best wel lang geleden, want ik was heel klein. Ik kon er volgens mij wel om lachen. Ik ben echt vrij recentelijk uit mijn broek gescheurd in het tuincentrum. Maar echt niet een beetje. Ik ben echt zo hard uitgescheurd. Je zag mijn hele bil. Wat heb je gedaan dan? Ik ging alleen bukken om een plant op te pakken of zo. En echt gewoon van boven tot onder, gewoon over mijn bil heen. Ik zit te twijfelen of ik de foto in beeld doe, want hij is best wel duidelijk. Ja. Nog nooit of ooit ben je de klas uitgestuurd. Nee, dat niet volgens mij. Joy. Echt niet? Nog nooit? Volgens mij niet. Ik weet niet zeker, eerlijk gezegd. Volgens mij niet. Ik ben eigenlijk een beetje best wel braaf. Ja, dan zijn wij de bad girls. Nee, maar normaal ben ik ook heel braaf in de klas. Alleen ik ben best wel druk en ik klets heel veel en lach heel veel. En toen had ik met mijn vriendin, die zat voor in de klas, want ze werd al apart gezet bij mij. En toen moesten we heel hard naar elkaar lachen en toen ben ik eruit gestuurd. En je vriendin niet? Nee. Zo oneerlijk! Ja, maar zij werd al apart gezet. Dus, nou ja. Ja, dat is wel hoe het gaat. Hè. Het wordt je nooit echt gegund om te kletsen en gezellig te doen. Dat is ook de reden waarom ik er ooit uit ben gestuurd. Ik moest zo hard lachen. Ik kon gewoon niet meer stoppen. Toen ben ik er gewoon uitgekikt. Oh, precies. En toen buiten de deur lachte ik weer zo hard. Toen moest ik naar een speciaal lokaal. 109? Ja, 109. Dat was het straflokaal vroeger. Ja, kan echt niet, hè? Nog nooit of ooit heb je iets gepikt uit een winkel. Maar dan heb ik het ook echt over hele zullige dingetjes als een haakje. Een zuignap met een haakje, weet ik even heel goed te herinneren. Ja. Ik heb een paasei heel vroeger, toen ik heel klein was, toen had ik een paaseitje gepikt en die heb ik opgegeten. Dat is toch niet het enige wat je hebt gejat? Ik denk het wel. Nee, denk van niet. Ja, misschien een sleutelhanger dan of zo. Ja, ik heb nooit echt grote dingen gejat. Weet je, als make-up of kledingstuk, dat niet. Maar echt gewoon echt iets zulligs wat waarschijnlijk de winkel zelf gebruikte om dingen op te hangen. het werd zeg maar niet verkocht in de winkel zelf. Maar ik wil wel even zeggen, ik ben wel heel erg tegen stelen. Ik vind gewoon dat je wel echt moet werken voor je spullen die je koopt. Ja. Toch? Wijze woorden. Ja. Paasei, ik weet het nog wel, want ik voel me heel erg schuldig over. Echt heel erg. Ja, ik heb het een keer per ongeluk gehad bij de Action. Had ik kleerhangers en die had ik in mijn hand en ik had de rest al afgerekend. Toen liep ik naar buiten en dacht ik, oh nee, ik heb dit nog helemaal niet afgerekend. Dus toen ben ik wel teruggegaan met mijn moeder. Ja, goed. En hebben we het alsnog betaald. Dat is wel heel lief, dat is goed. Nog nooit of ooit heb ik een week lang niet gedoucht. Ja, nooit. Ik moest heel veel denken. Ik zou dat echt nooit kunnen. Nee, ik ben daar heel erg in. Ik douche echt te vaak. Ik douche soms 2 keer per dag. Maar ja, nee. Ik kan dat is ook helemaal niet goed. Nee, dat is ook niet goed. Ik hou er wel van om inderdaad schoon rond te lopen. Maar ik heb wel gewoon festivals meegemaakt dat ik echt gewoon het volle festivalweekend lang niet heb gedoucht. En dat is dan 4 dagen en dat vond ik echt wel... Oh, 4 dagen ook echt? Dat vind ik echt... Het was wel echt de max, zeg maar. Maar ja, dan is het een andere vibe, dan kan het een beetje. Ik denk dat er heel veel meiden nu ook kijken die dat ook hebben gedaan. Ja, op Lowlands ging ik gewoon 2 keer naar 2 keer douchen. Ja, maar het kost een muntje en een muntje is weer een biertje. En dan koos ik toch voor het biertje. Nog nooit of ooit ben ik in slaap gevallen tijdens de les. Oh. Ja, moet wel. Was bij allemaal sociale vaardigheden volgens mij zelfs. Ik heb dat wel eens bij aardrijkskunde, dat ik dan echt mijn ogen dicht doe, want het is dan aan het einde van de dag. Ja. En het zijn dan dingen, ja, dat weet je toch wel, want ja, en dan boeit het je eigenlijk niet. Maar dan lig ik niet echt helemaal diep te slapen, maar ja, wel echt met je ogen. Even een seconde weg of zo. Ja, ik heb het wel gewoon gehad tijdens een hoorcollege of zo. Dan wordt er alleen maar gekletst en dan zat ik daar en dan alleen maar knikken. En ik kon het gewoon niet tegenhouden. Dat is echt heel stom. Echt ik ben gewoon gaan liggen. Toen een keer zo. Ik dacht, nou, ik ga het niet eens tegenhouden meer. Ja. Ik vind dat heel leuk als ik dat zie bij andere klasgenoten. Die dan zo wegzakken en dan in de gaten houden wanneer ze weer wakker worden en zo. Nog nooit of ooit stond je bij de kassa met saldo tekort. Niet? Nee, nog nooit? Oh, dat gebeurt mij echt toen ik iets moet afrekenen van €5. Echt de meest kleine bedragen en dan alsnog heb ik te weinig. Ik heb een keer gehad, echt met €1 of zo, een paar cent. Ja, precies. En ik weet niet, zo beschamend. En dat ik gewoon alles al uitgegeven, al mijn rekening betaald en dan... Ja, ik zet altijd alles op mijn spaarrekening en dan vergeet ik het zeg maar weer af en toe terug te brengen. Dus ja, het gebeurt mij echt heel vaak. Zeker wel. 1 keer in de 2 weken. Oh ja, ik ben altijd zo bang dat dat gebeurt. Dus ik tel het altijd heel goed na. Want ik ben niet de grootste rekenwonder. Dus dan reken ik het altijd nog extra na of ik wel genoeg bij me heb. Hoe reageer je er dan op? Of hoe zou jij reageren als je ineens geen saldo hebt? Oh my god. Ja, ik zou helemaal rood worden. Ja. Ik word altijd wel rood en doe ik altijd heel cool. Oh ja, het staat gewoon op mijn spaarrekening hoor. En dan stiekem mijn moeder vragen om geld. Nee. Oh nee, ik heb gewoon nog een ander pasje dan die faalt ook. En dan nog geen. Nog nooit of ooit heb ik spiekbriefjes gebruikt tijdens de les. Of tijdens de toets. Oh, ja. Oeh. Nou, het zijn niet zozeer spiekbriefjes, maar dan maak je foto's van wat je moet leren op je telefoon. En dan doe je je telefoon zo tussen je benen. Wauw, dat is echt nieuw. Want dan kun je ook inzoomen en zo, dus met woordjes kan je het ook. Oh my god. Wil ik niets vertellen, want anders zit te kijken. Goeie tips eigenlijk. Maar ik doe het niet altijd hoor. Nee. Ik durf het gewoon niet. Maar toen hadden we gewoon nog oldschool manieren als zeg maar zo'n pen met een papiertje die je dan zo uit moest trekken. Die heb ik ook gehad. Maar dat durfde ik dan niet. Dan moest je dan zo klein schrijven en had ik dan weer geen zin in. Of op tussen je vingers, maar dat durfde ik ook weer niet. Dus volgens mij heb ik het uiteindelijk nooit gewoon gedaan omdat ik gewoon... Ik heb het echt gewoon zo vaak gedaan. Bij echt heel veel toetsen. Ik kan dat nu best wel zeggen, maar we zaten toen nog niet in de tijd van de mobieltjes en de smartphones. Het hadden alleen klaptelefoontjes. Ik voel me nu echt heel oud. We schelen echt 10 jaar. Dat is echt heel erg. We hadden nog niet die luxe. Dus ik heb echt op dingen op gummen geschreven, op die uitrekbare pen. In een rekenmachine? In een rekenmachine inderdaad. Oh, dat is wel waar trouwens. En die heb jij wel gebruikt, want ik heb jouw rekenmachine geleend van vroeger. Daar zit alles in. Ja, je hebt het me geleerd. Oeps. Maar ik doe het ook niet vaak, want ik ben altijd heel bang dat ik betrapt word. Maar ik deed het vooral in de eerste Ja, ik weet niet waarom, maar nu doe ik het niet meer zo vaak. Ja, nu word je serieuzer. Nu wil je gewoon echt leren en dan voorst want ik ben wel een keer betrapt. Dus, oh nee, echt? Ja, maar we hadden ook een keer, was de hele klas, die had hetzelfde gedaan op de telefoon. En toen zei de Franse docent, ja, zitten jullie nou op je telefoon allemaal? En iedereen die je telefoon heeft, nu in de tas stoppen. En je zag echt de hele klas de telefoon pakken en snel in de tas stoppen. Dus de hele klas doet dit wel. Dat voelt dan wel goed, hè? Ja, ben je niet de enige. Nog nooit of ooit heb ik rondgerend tussen de schappen in een supermarkt. Oh. Walmart. Ja, dat soort grote supermarkten. Ik doe dat ook in Amerika. Ja, toch? Ga ik ook in zo'n karretje, dan film ik en dan vind ik het gewoon grappig om lekker te rennen. Want ja, ze kennen je daar toch zo niet. Groot en er is zoveel. Inderdaad. Je wordt er gewoon wild van, zeg maar. En dan ga je rennen. Ja. En dan word je ook gestopt. Nee, jullie niet? Oh, ik ben wel eens gewoon in een Franse supermarkt, niet de Walmart dan, in een Franse. Dat echt een vrouw heel boos werd. Oh. Dat je aan het rennen was. Ja, ik moest echt stoppen en zo. En ze zat helemaal in het Frans. En dat is heel ongemakkelijk. Nou, ik had wel dat ze, want er was dan, bovenin zat dan het kantoor en dan kan je over de winkel kijken. En toen kwamen ze naar me toe en ze konden er wel om lachen. Nog nooit of ooit heb ik in een valide karretje gezeten in een supermarkt, zoals de Walmart. Sowieso. Ja, het was na het uitgaan om 4 uur. En toen zeiden we tegen elkaar, we hebben zin in taart. Dus toen gingen we naar de Walmart met de taxi. En toen zagen we die karretjes daar zitten. En die waren allemaal mooi aan het opladen. Dus gingen we echt zo met 5 man iedereen een karretje zo rondrijden. Maar ik kwam niet ver, want ik werd al heel snel tegengehouden. Oh. Ja, dat mag echt niet. Nee. Maar je kent die karretjes toch voor... of eigenlijk mensen die niet zo goed kunnen lopen. Ja. Dat was echt de best ever. Ik heb geen idee waar ik die video heb nog. Natuurlijk heb ik het gefilmd. Ja. Maar dat was echt een mooie tijd. Oh, ik zou het ook heel graag willen doen. Ja, echt. Ik ook. Maar ik ben bang dat het dan tegen wordt. Ja, precies. Ja. Ik dacht, ik doe dat gewoon om 4 uur 's ochtends. Weet je wel, dan let er niemand op. Maar het was serieus super druk in de supermarkt. Heb ik ooit of nooit een product gekocht puur omdat het er tof uitzag. Ook al was het niet lekker. We houden gewoon van leuke dingen, denk ik, toch? Ja, verpakkingen zijn belangrijker dan de inhoud soms. Ja, dat klopt, Bijvoorbeeld een drankje of zo heb ik wel eens gehad. Dat het echt een heel leuk flesje was. Oh, ja. En dan was het eigenlijk gewoon helemaal niet te drinken. Dus, en dan toch een flesje. Ja, ik had het ook. Ja, in Amerika, dat is dan echt, dat zie je overal van die boxed water. Ja, die er zo leuk uitzien, maar ik heb hem nog helemaal niet geopend en gedronken. Ik hou van water in pakjes. En degene die ik bijvoorbeeld heb gekocht, die ik niet lekker vond, was een boxed watermelon water. Oh ja. En die leek dan op een watermeloen, maar die vond ik vond hem echt niet lekker. Oh. Het klinkt wel lekker. Het is ook super leuk, de verpakking, maar anticlimax. Nou, dat waren de nooit of ooit vragen, of challenge eigenlijk. Ik vond het super leuk om te zien wat jullie wel en niet hebben gedaan. Ik moet zeggen dat ik volgens mij wel een beetje het brave meisje ben voor jullie twee. Dus ik moet kijken naar je antwoorden op school vooral. Dus ik vond het heel erg leuk. Wil je nou nog een video van ons zien? Dan hebben we ook nog op het kanaal van Yours Today een video met z'n drieën opgenomen. En we zullen even een abonneerlinkje hier ergens in beeld zetten en ook even in de beschrijving. Dan kan je daar vast op abonneren. En dan zie je daar ook een hele leuke video van ons verschijnen. Ja, en we houden je zeker op de hoogte wanneer deze dus online komt. De datum via social media, misschien ook wel in een vlog of zo. Als die toevallig aan het vloggen zijn. Dus jullie gaan het in ieder geval niet missen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op ons eigen YouTube kanaal Endless Weekend. En natuurlijk op Joy's kanaal Beautynezz. Dan bedanken we jullie voor het kijken. En dan zien we jullie weer de volgende keer. Doei! Doei!